Maar kijk, de NPO wordt betaald door de politiek. Nou, het moment dat je dat stopt, dus of je stopt met die hele NPO, je geeft ze geen subsidie meer. Of je zegt het moet echt onafhankelijk worden en we gaan er hele andere mensen neerzetten. Niet mensen die de huidige politieke signatuur de huiskamers inpompen. Want uiteindelijk zitten we gewoon naar staatspropaganda te kijken. Als ik het 8-uur-journaal kijk en ik kijk het echt om hard te lachen of hard te huilen. Maar nieuws krijg je er niet meer door. Je krijgt heel gekleurd nieuws. Ik denk dat als we dat anders kunnen doen, dus niet mensen met een politieke benoeming daar zetten, maar gewoon zet daar onafhankelijke geesten neer die onafhankelijk nieuws moeten brengen, ook al is dat onwelgevallig voor de zittende macht, ja, dan heb je natuurlijk gewoon weer normaal nieuws. En je hebt natuurlijk genoeg journalisten die wel onafhankelijk zijn. Maar ja, als jij voor een krant werkt en je krijgt alleen maar een stukje als je een bepaald iets publiceert, dan wordt het een beetje lastig. Maar een journalist als Ton F. van Dijk, ja, die gaat echt zich niet laten beïnvloeden door zijn hoofdredacteur of zijn krant of niet. Nee, en je moet meer van dat soort mensen hebben. NPO is nu de spreekbuis van de zittende macht. Dus dat is een staatspropagandakanaal. Die worden betaald door de staat. Nou, dat moet je stoppen. Laat alles maar lekker commercieel zijn. En dan heb je een heel klein NPO'tje nog dat gewoon wetenschappelijke dingen doet of een beetje leuke documentaires doet, maar niet meer dat staatspropagandakanaal voor heel veel geld. Samen streven naar vrijheid, betrokkenheid en gezond verstand. Volg BVNL en word lid in het belang van Nederland.